De eerste editie van het Groot Letterfestival dat dit weekend werd georganiseerd heeft zo'n 400 bezoekers getrokken. In 5 zorginstellingen van Vitalis was het nieuwe literatuurevenement te bezoeken. Er was een aantal grote namen voor uitgenodigd. Zo gaven Kees van Kooten, Wim Daniels en Spinvis acte de présence. En ook de Eindhovense schrijver Henk van Straten. Kijkt iemand wel eens Sesamstraat? Dat is misschien een beetje een gekke vraag aan dit publiek, ja? Kent u dan Arjan van Sesamstraat? Arjan, sinds 2008 doet hij mee. Die leuke jongen met die gordijnhaartjes. Nou, daar was ik mee meegelift. Dus daar heb ik een stukje over geschreven. De organisatie is blij met het succes en heeft meteen besloten er dan ook maar een vervolg aan te geven. Over 2 jaar wordt het Grootletterfestival opnieuw georganiseerd.